Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 18 mei en ik heb zo meteen online les. Ik heb me net even snel klaargemaakt. Ik moet nog wel even, mijn haar is nog een beetje nat, want ik heb net gedoucht. En ik heb voor het eerst in 100 jaar eyeliner op, wat ik echt niet mooi vind bij mezelf. Maar ik dacht, ik probeer het even. In ieder geval, ik heb dus veel online les en ik heb gewoon lekker een joggingpak aan. Ik heb deze nieuwe groene aan van Villa, waar ik heel erg blij mee ben. Kun je ook in de vorige week vlog zien. Ik heb nu online les en daarna ga ik er eventjes filmen, want het begint over 5 minuutjes om 11 uur. En ik moet er nog even ontbijten. Dus dan maak ik even een ontbijtje en dan kan ik dat opeten tijdens het kijken. Oké, de eerste online les zit erop. Het was echt de eerste keer dat ik dacht, oké, dit is op zich best wel nuttig. Daar ben ik blij mee. Ik heb nu 3 kwartier en dan heb ik de volgende les. En dat is over kunsttraject, dus ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Ik moet nog even iets eten, maar ik weet niet waar ik zin in heb. En ik was even in mijn agenda aan het opschrijven wat ik allemaal moet doen. Het is niet zo heel veel. Vanavond moet ik werken en er komt vanavond ook een pakketje van de Zara binnen. Die ik dan morgen voor jullie ga unboxen. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga nu even verder wat dingen opschrijven en dan dat. Volgens mij ben ik heel donker. Ik heb nu heel eventjes pauze, dus ik dacht ik ga even op het balkon zitten. Ik heb me ook even omgekleed, even een shirtje aan. Of is het koud? Moet ik even voelen. Nee, dat kan op zich wel. Dus ik ga even op het balkon zitten en dan over een half uurtje gaan we weer verder met online les. Al mijn online lessen die zijn klaar. Hierna ga ik het stukje plakken van de Naked Shop blog. Vorige week vlog hebben jullie daar een stukje van kunnen zien. Alleen vanaf nu zijn ook echt de codes en alles geldig. Dus ik dacht, dan doe ik het er nu gewoon in. En dan is dat voor jullie ook wel duidelijker. Dus je kan nu gewoon met mijn kortingscode bestellen. Een pakketje van Naked. En ik mag er altijd 4 dingetjes uitzoeken. En dan heb ik voor jullie ook altijd een kortingscode, namelijk Janette15. En dan krijg je 15% korting. Ik zet altijd alle linkjes en zo in de beschrijving, zodat je het snel kan opzoeken. En ik heb vandaag wat andere dingen besteld dan dat ik eigenlijk normaal zou doen. En dat vind ik heel erg leuk, dus dat ga ik jullie laten zien. Ik mocht van mezelf ook geen zwarte items bestellen. Alleen ik weet nou niet of ik dat nou heb gedaan. Nee, volgens mij niet. Oké, als eerst zie ik een kleur waar ik al heel erg blij van word. Ik heb namelijk een heel leuk lila shirtje. En ik had dit nog echt niet. En ik vond het gewoon heel erg leuk dat deze zo'n beetje zo'n V-hals heeft. Ik heb hem besteld in een maat S. Hij heeft een beetje zo'n rippatroontje, als je dat zo kan noemen. Stel maar scherp. Ik weet niet of die doorschijnt. Het is wel een grote V, dus ik moet even kijken hoe het er precies uit gaat zien. Maar gewoon een heel erg leuk shirtje en ook echt een hele leuke kleur, zeker voor nu. Ik heb dus nu het paarse topje aan. Ik vind het echt geweldig. Ik heb er niet een hele goede BH onder, want deze steekt een beetje zo uit. Maar ik vind het topje echt een hele leuke kleur en hij staat ook heel erg leuk. Dus hier ben ik super blij mee. Als tweede heb ik een hele leuke blouse. En ik heb dit echt totaal nog niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Zeker boven een spijkerbroek. En dat is namelijk zo'n linnen blouse. Als je snapt wat ik bedoel. En voor de rest is het eigenlijk gewoon een hele simpele blouse. Hij heeft wel wat dikkere stof. Maar ik dacht, hoe leuk is dit? En je kan hem dus ook open dragen. Hij is wel best wel oversized. Oh, het is wel maat 36. Die had ik wel een maatje kleiner kunnen doen. Of was die er dan niet? Geen idee. Nou, het is best wel een lange oversized blouse. Hele mooie kwaliteit, heel erg dik. En ik denk dat dit er wel heel erg leuk uit gaat zien. Je kan het dus open dragen, maar ook dicht. Of een beetje zo half in je broek. Heel erg leuk. En het is geen zwart, dus prima. Dit is de witte blouse. Nou, je kan hem dus gewoon open dragen. De kwaliteit is echt heel erg mooi. En dan gewoon een hemdje onder doen. Voor vragen, deze broek is ook van Naked. Echt een van mijn favoriete broeken. Dus ik vind hem zo heel erg leuk. Kan je ook nog met een ander kleurtje dragen.
En ik zal hem ook eventjes een beetje in mijn broek doen. Zelf vind ik het wel leuk om hem dan zo half, ja, dus wel open te dragen. En de rest dan in mijn broek. Super leuk, maar het zal er ook vast heel leuk uitzien als je hem gewoon helemaal dicht doet, zo. En je kan hem zelfs nog een beetje zo half, of een beetje half eruit. Dan heb ik twee items die ik echt nooit zou bestellen. Maar het moest gewoon van mezelf. Ik heb namelijk een broek besteld in een soort beige kleur. Maar als ik hem nu zie, vind ik hem wel toch minder mooi dan op de foto. Oké, dit is de kleur. Ik weet niet of die goed overkomt op beeld. Maar het is een beetje beige, bruinachtig. En het is dus een soort pantalon, of hoe noemen ze het? Wel een hele leuke broek. En dit heb ik dus totaal nog niet. En het is wel heel erg leuk met zwarte schoenen, zwarte top. Of wit. Of ik weet niet wat. Maar ik dacht, ik moet gewoon even wat anders proberen. Ik heb een maatje 36. Want ik wil niet dat het te strak op mijn benen... Ja, te strak op mijn benen zit. Dit is de broek. Hij zit echt super goed. Hij moest niet groter, hij moest niet kleiner. En hij heeft ook gewoon zakken, wat ik heel erg chill vind. Ik weet niet zo goed wat ik van de strepen vind. En de kleur. Ik weet niet goed of dit bij mij staat. En de outfit die ik nu aan heb, vind ik wel heel erg leuk. Maar ik vind het gewoon net geen mooie kleur. Ik wilde hem gewoon iets meer beige hebben. Dus dat. Heb ik nog een topje. En deze is ook in een beige kleur. Maar ik wilde eigenlijk de broek in deze kleur. Dit is veel lichter. Wacht, ik ga ze zo naast elkaar houden. En ik vond dit truitje dus echt heel erg leuk. Alleen... Ze hadden hem dus in het zwart en in deze kleur. En ik dacht, ja, als ik die zwarte weer ga bestellen, heb ik weer zwart. Dus toen dacht ik, ik bestel deze in het beige. Kijk, dit vind ik wel een hele mooie kleur, omdat het echt een beetje nude is. Zo. En deze heb ik in een maatje S. En wat dus heel erg mooi is aan het topje, is dat hij van zulke knoopjes heeft. Van die kleine pareltjes. En ik dacht... Dat is wel heel erg leuk boven een donkere broek. Oké, de kleur van het topje vind ik echt veel leuker dan verwacht. Alleen, ik vind het er een beetje gek uitzien. Of het is gewoon te klein. Maar het lijkt een soort van alsof dit zo open spat. Of hoe wil je dat noemen? En ik vind die steentjes ook heel erg mooi. Die pareltjes. Alleen, ja, nee. Ik vind de kleur heel leuk. Maar misschien eens een keer een hemdje of zo onderdraag. Want zo kan je gewoon helemaal naar binnen kijken. Alleen ik wilde dus eigenlijk dat de broek in deze kleur was. En hij is in deze kleur. Snap je wat ik bedoel? Dit vind ik een beetje te geel of zo. Ik vind dit wel een hele mooie kleur. Maar jullie hebben waarschijnlijk in de aanbeelden al gezien hoe het allemaal staat. Ik ben al een tijdje terug van werk. En mijn pakketje van de Zara is binnen. Het heeft echt super lang geduurd. Maar ik ga het morgen voor jullie openmaken. Want het is nu super slecht licht. En het is al helemaal donker. Dus dat ga ik morgen voor jullie doen. Heel veel zin in. En ik ben nu even bezig nog met stage. Want ik heb dus morgen leden op stage. Oh ja, dus morgen kan ik niet heel veel filmen. Maar dan film ik daarna de pakketjes. Dus ik ga nog even snel één dingetje printen. En dan ben ik klaar. Ga ik lekker slapen. Oké, het is vandaag dinsdag. Zie, en dit is het eerste wat ik vandaag film. Het is nu iets voor 4:00. Ik had vandaag de hele dag stage. Wat super goed ging. En nu zit ik in de auto bij mama. En we gaan zo even naar de IKEA. Oeh, wat een rare weg. We gaan eerst nog even iets anders doen. En daarna gaan we naar de IKEA. En ik wil even kijken of ze daar lijsten hebben. Want ik heb dus posters gekregen van Decennio. Die komen nog in een video. Maar we gaan daar eventjes naar kijken. En we gaan ook gewoon nog even naar andere dingen kijken. Naar de theemokken. Dus dat. Oké, ik ben terug van de IKEA. Ik was even met mijn moeder naar IKEA, want ik had nog wat dingetjes nodig. En het was super rustig, dus dat was heel erg fijn. Echt een tip. Ga iets voor etenstijd en er is echt helemaal niemand in de IKEA. Ik had een hele dag stage. Ik had vanochtend volgens mij niks gefilmd. Dat weet ik eigenlijk niet meer zeker. Maar het was gewoon heel vroeg. Ik moet altijd om 7:45 op stage zijn. Dus heb ik ook niet echt wat tijd om te filmen. Ik heb best wel veel wat dingetjes gekocht bij de IKEA. Maar die komen in een andere video. In ieder geval lijsten voor posters. En dekbed over... Ja, hoe heet het? Hoe heet dat? Een dekbed gewoon. En nog wat accessoires. En ik had ook even twee van deze nieuwe vanille kaarsen. Die heb ik altijd bij mijn vader.
zijn super fijn en ze hebben 40 branduren. Heel nice. En ze ruiken heel erg lekker. Die heb ik hier altijd staan. Dus ik dacht, die neem ik gelijk mee. Toen was er gisteren natuurlijk nog een pakketje van de Zara. En ik dacht, die ga ik nu even openmaken. Ook als ik er echt niet uit. Ik ga het wel een andere keer aandoen. Maar ik haat het echt. Als ik de hele tijd hier naar moet kijken en ik het niet open kan maken. Het heeft wel best wel lang geduurd voordat het er was. Dat had ik ook wel verwacht. Maar even kijken. Ja, ik had het op 5 mei besteld. En het is nu 19 mei. Jeetje. Wel echt heel erg lang. Dus ik ben ook wel een beetje vergeten wat ik nou allemaal heb gekocht. Nee, altijd als ik in de Zara winkel loop, zie ik altijd echt hele leuke dingen. En dan kan ik altijd wel dingen kopen. Maar online vind ik het echt mega moeilijk. Dus dan kijk ik altijd gewoon video's van anderen. En daar haal ik dan inspiratie uit en welke maten en bla bla. Dus je kan dit ook al bij andere YouTubers hebben gezien. Maar ik vond sommige dingen heel erg leuk. Ik heb ook een paar basic dingen besteld omdat ik die gewoon nodig had. En om te beginnen gewoon met dit basic witte shirtje. Hij is een beetje kort. En hij was wel heel goedkoop. Hij was maar 5 euro. En ik vind dit super handig. En bij de Zara hebben ze dus echt zo'n dikke stof. Dus het lijkt ook gewoon... Ja, het heeft gewoon echt goede kwaliteit. Dus die was 5 euro. Die heb ik in het wit. Volgens mij heb ik die ook in het zwart. Dan heb ik echt een superleuk jurkje. En volgens mij... Bij wie had ik dit gezien? Volgens mij had ik dit ooit een keer bij Fleur gezien. Maar dat weet ik nou niet zeker. En... Het is namelijk een heel leuk groen jurkje. En ik hou gewoon echt van deze groene kleur. En deze was namelijk nu in de sale. Dus ik dacht, nu kan ik hem niet laten liggen. Normaal was die 40 euro. Ik heb hem in de maat S. En nu was die volgens mij 20 of 30 euro. Ik moet nog wel even kijken hoe het staat. Maar een heel leuk jurkje. En ik vind deze kleur gewoon echt heel erg mooi. Dit is het jurkje. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Maar... Ja, ik vind dit dus niet zo heel leuk. Dat dit zo slonzig hangt of zo. Alleen ik weet niet zo goed wat ik van dit vind. Namelijk, ik heb 2 van zulke topjes. En ik vind en deze kleur echt geweldig. En ik vind dit heel erg leuk. Dit nieuwe. Wat je echt overal nu ziet. Dat je dit zo aan kan trekken. Hij is wel best wel kort. Maar ik had gewoon even wat shirtjes nodig. Die ik gewoon boven mijn broeken aan kan. En ik vond deze kleur echt geweldig. En deze waren 8 euro. Heel erg leuk. Ja, die had ik ook in het zwart. Zo. Deze. Die zie je iets minder goed. Maar deze is gewoon lekker basic en heel erg leuk. En deze had ik wel 1 maat kleiner. Ik heb 1 maat groter en 1 maat kleiner. Ik ging gewoon even kijken. Ook 8 euro. Ook een heel basic shirtje. En die witte, wat ik net al zei, had ik dus ook in het zwart. Oh ja, ik zie wel een beetje verschil. Dit is nu de S. En ik vind dit ook gewoon super handig. En deze kwaliteit voelt gewoon zo super goed aan. Het is gewoon echt een dikke stof. Dit shirt. En deze had ik ook al. Volgens mij had ik deze bij Esme gezien. En dit is dat shirt van Keith Haring. En ik deed op de middelbare school kunstklas. En wij zijn toen ook naar zo'n tentoonstelling geweest. We hebben daar een project over gedaan. Ik vond dat toen al echt super gaaf. En ik had toen ook nog iets anders. En toen dacht ik, dit shirt is ook wel echt heel erg leuk. Ik heb hem in een M, zodat hij een klein beetje groter valt. En deze kleur vind ik heel erg leuk. Het vloekt lekker met wat ik nu aan heb, maar dat maakt niet uit. Dus deze. Heel erg leuk. Dat waren de items. Ik moet nog even kijken of ik alles ga houden. Want ik heb het allemaal totaal niet nodig. Dus ik moet even kijken. In ieder geval, ik ga nu lekker eten. Daarna moet ik ook nog iets aan school doen. Oké, het is vandaag woensdag. En ik ben met Eve. En we gaan zo meteen even naar de stad. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Mijn krullen moeten nog een beetje uitzakken. Hele verandering. En ik heb dit leuke blouseje aan van Naked. Broek van Naked. En het is heel lekker weer vandaag. Ik heb vanochtend dus al geskielerd. Dus dat is ook helemaal prima. Ik snap echt niet hoe mensen aan het begin al gelijk golvende krullen kunnen hebben. Bij mij is het aan het begin altijd heftig.
Oké, dus ik ga even een tasje pakken en dan gaan we richting de stad. Het is toch altijd heftig aan het begin? Ja. Ik weet echt niet. En als ik het helemaal zo ga uit, dan is alles weg. Hij is natuurlijk bijna vol, waarom ook niet? Oké, ik ga het nu kopen. Waar zijn de sleutels? Of koop jij het gewoon even onderweg? Als we aan het rijden zijn. Ja. Zo. Nog 12 plaatsen. Voordat. Dat is niet waar. Sowieso niet waar. Je moet die 5 groeien. Ik had gewoon mijn telefoon. True. Ja, maar ik heb het in ieder geval. Ja, dat is hier. En ik zijn weer terug. We hebben even een paar foto's gemaakt. En het is echt heel erg lekker weer. Dus we gaan zo meteen nog op het balkon zitten. En wat dingetjes bestellen. Even kijken. Ik heb nieuwe shampoo. Ik gebruik deze altijd van Beauty and Planet. Hoe heet het? Love Beauty and Planet. Ik heb de kokos en de rozen. En ik heb ze in 4 verschillende... Ja, hoe heet het? 2 keer conditioner, 2 keer shampoo. Waar is die mascara? Had jij die er al bij mij ingegaan? Oh ja. En nieuwe mascara. Zo. Oké, ik ben bij C thuis. Het is hier wel echt heel warm. Want ik dacht ik kan nog wel een spijkerbroek aan doen. Het is echt heel warm. Oké. En we hebben lekker eten. Welk liedje is dit? Muziek is dit. Het is gewoon beste van Nederland hoor. Echt ijs. Welke muziek is dit? Twee over. Dan kunnen zij toch morgen gewoon dit gebruiken. En dan blijft het goed dan, dat rauwe vlees. Jawel, dat rauwe. Dan kan je toch in de koek. Ja. Je moet hem wel eerst garen. Want je kan hem dan niet meer omdraaien als de kaas erop zit. Want dan gaat de kaas naar beneden lopen. Nou, die burgers moeten nog wel even hoor. Ja, je moet nog niet de kaas erop leggen. Oh. Wie wil er met kaas? Ik niet. Ik. Jij? Oké, we hebben net gebarbecued en we gaan nu lekker in de jacuzzi. Oké, het is vandaag donderdag, hemelvaartsdag. Het was gisteren super gezellig, we hebben gebarbecued. We zijn lekker in de jacuzzi geweest en lekker wat gedronken. Dus dat was echt super leuk. In ieder geval, mijn krullen heb ik er net helemaal uitgeborsteld. Mijn make-up zit er nog op van gisteren, dus dat ga ik er even afhalen. Dan ga ik een bikini aandoen en lekker op het balkon de hele dag liggen, want ik ben zo wit. Ik word er elke keer mee geconfronteerd, dus... daar gaan we vandaag even lekker wat aan doen. Dus ik ga nu even make-up afhalen. Ga ik lekker zonnebrandje opdoen. En lekker op het balkon liggen. Heel veel zin in. Oké. Mijn broertje en ik liggen lekker in de zon. Buiten. Ik heb dus van die gewoon een kleed neergelegd. Ik ga even wat eten en wat drinken pakken. Het is echt bloed en bloedbenauwd. Jeetje. Het is echt heftig. Even wat deo opdoen. Nou, het is echt bizar hoe warm het dan opeens weer is. Wat ik aan heb is zo'n bikini van die je ook heel vaak ziet op Love Island met zo'n V. Oké, ik heb de hele dag in de zon gelegen en ik ben ook wel een beetje bijgekleurd. Ik ga nu even Gino uitlaten met mijn broertje. Dus ik heb even snel deze simpele outfit aangedaan. Het is al wat later. Dus het is ook, ja, het is nogal heel warm. Alleen, ik hou er niet van om echt helemaal met een hemdje en zo... Maar wij gaan in ieder geval nu weg. Oké, nou, Gino is uitgelaten. En ik was dus even met mijn broertje. En ik zou vanavond eigenlijk even wat gaan doen met Voske en Floor. Maar ik ga zo meteen Voske even ophalen. Oh. En ik heb me dus even... Ik had eerst een rokje aan. Ik heb nu even gewoon een spijkerbroek aan. Ik laat het zo zien. En ik heb mijn haar dus los gedaan. Toen zag ik dat er eigenlijk nog best wel een slag in zat. Dus ik heb een paar dingen erbij gedaan. Ik vind het zo eigenlijk ook wel heel leuk, mijn haar. Dus ik moet eventjes kijken hoe ik... ik dacht misschien moet ik er nog een paar plukjes bij krullen hier zo. Maar voor de rest vind ik het wel prima. Ik zag dat ik een hele simpele outfit aan. En dit shirt van de Zara. Deze broek is volgens mij van de Stradivarius. Met mijn schoenen. Dus ik heb even mijn mascara en mijn wenkbrauwen gedaan. Niet heel bijzonder. En ik ben dus een klein beetje verkleurd. Volgens mij op camera zie je dat nooit zo goed. Maar
Het is dus wel echt een beetje zo. En ik ga... doe even een paar onderste plukjes. Dat het een klein beetje gelijk is. Zo. Of hoeft het niet? Ik weet het niet. Ik ga even kijken wat ik ermee ga doen. Ik snap echt nooit hoe mensen hun haar kunnen krullen zonder dat ze het vast hoeven te houden. Dat ze geen handschoentje hoeven te gebruiken. Want ik heb echt... Mijn handen verbranden echt aan dat ding. Of ik ben gewoon niet zo ervaren. Dat kan natuurlijk ook. Oh ja, en ik heb dus ook een nieuwe ring gekocht. Ik weet niet of je het goed ziet, dat kleine hartje. Want ik had eerst een lotring. Alleen, die gaan dus best wel snel kapot. Nou, ik had hem wel een tijdje. Maar die was dus bij mij kapot gegaan. En, nou ja, ik heb natuurlijk om alle vingers heb ik ringen zitten. En het is heel raar als er om één vinger geen ring zit. Dus ik kon dat echt niet aan. Dus ik heb hem toen gelijk even vervangen. Ik weet nog niet zo goed of ik hem er heel goed bij vind passen. Maar, ja, ik weet niet. Oh, deze moet ook even naar beneden. Het ziet er nu sowieso niet uit. Zo ziet het er nu uit. Dit heb ik aan deze en dit heb ik aan deze. Oké, ik laat maar zo. Ik ben er nu wel blij mee. Kan toch niet? Oké. Ik ben met Fossie. En, oh. Elke keer is mijn geheugen vol. Ik word er echt niet goed van. Zou ik hem anders op zo'n versneld beeld, zo'n timelap? En dan hou ik het. Vrijdag. En gisteren was super gezellig. Ik was dus even met Vos samen. En het is nu best wel vroeg. Ik ga even een vriendinnetje helpen. Want zij moet een filmpje maken voor stage. En ik had aangeboden om te helpen. Dus het is nog best wel vroeg. Mijn haar was echt heel vet. En ik heb dus geen tijd om het te wassen. Dus ik heb het maar even zo gedaan. Het zal je niet vaak bij mij zien dat ik mijn haar zo heb. Maar oké. Voor de rest heb ik een polo aan van Tommy Hilfiger, kinderafdeling, en ik ga mijn schoenen aandoen en dan ga ik weg en dan weet ik niet wat het volgende is wat ik ga filmen. Ik moet eventjes kijken. Ik ben weer bij mijn moeder thuis. Ik heb al mijn spullen ingepakt. Ik was vanochtend dus bezig om een vriendinnetje even te helpen met stage. Ik heb me nu omgekleed in een sportoutfit. Ik ga even skaten, skileren. Wat is het verschil? Geen idee. En ja, ik ga niet meer zo spastisch doen over die muur welke kleur die is. Want de video komt pas best wel laat online. En ik weet gewoon niet of ik het altijd kan verbergen. En ik ga het ook niet elke keer eruit knippen. Dus dan weten jullie dat. Voor de rest, eeuw, mijn haar is echt vet. Maar ik ga morgenochtend werken en dan ruikt het daarna altijd heel erg. Dus dan denk ik, ja, kan ik het beter gewoon morgenochtend wassen? Dus dat. Maar dit is wel heel heftig. Ik ga nu eerst eten en dan ga ik lekker skileren. Heel veel zin in. Het is vandaag zaterdag en ik moest vanochtend super vroeg werken. Ik ben echt helemaal kapot. Ik zie er niet uit, dus ik doe het even zo. Ik moet gewoon soms op zaterdag om 6 uur beginnen. En ik vind het echt niet erg. En ik doe het met liefde. Alleen ik ben daarna gewoon gesloopt. Ik kan niet meer. Dus ik heb net geslapen. Maar we gaan zo. Mijn moeder heeft heel lekker allemaal dingetjes gemaakt, gekookt. Dus ik dacht, ik weet ook niet hoe lang de vlog is. Dus ik ga het toch even laten zien. Ik ga lekker mijn joggingspakje aandoen en dan naar beneden toe. Oké, ik heb mijn lekkere joggingspak aan. Hij is echt top. Ik ben hier zo, zo blij mee. I love it. Yeah.
Ik weet dat ik in het weekend iets minder heb gefilmd. Maar ik hoop dat jullie toch een hele leuke vlog vonden. En dat ik jullie volgende week weer zie bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!